dankjewel. Dan is nu niet het moment nog van het bedanken aangebroken. Het moment is aangebroken dat we dat ik even wil terugkijken op verschillende initiatieven die er de afgelopen weken, maar eigenlijk ook de periode daarvoor, al zijn geweest. We hebben natuurlijk het Tot Kijk in de Wijk gedicht, het Chaos gedicht dat op de gevel staat, deze gevel, het boekje De Wereld Volgens Grobben, waar Joop van der Hoort het initiatief toe heeft genomen, waar eigenlijk een redelijk compleet overzicht van de gedichten van Rieneke in te vinden is. Als je dat nog niet heeft, Joop is aanwezig en heeft exemplaren bij zich. Dat is ook belangrijk om te vermelden. En we zijn hier natuurlijk zomaar, we hebben een aantal namen van mede mogelijkmakers al voorbij horen komen. Maar ik heb daar een officieel lijstje voor gekregen en aangevuld om die compleet te maken. En zoals we net al vroegen, hoort u uw naam of uw organisatie of wat, kom even naar voren. En dan wordt u onder de bloemen en de aanzichtkaarten bedolven. Ik wil in de eerste instantie bedanken. En niet alleen voor de medewerking in de afgelopen periode, maar omdat ik het oprecht heel bijzonder vond om onderdeel te mogen zijn van het hele proces in de afgelopen periode, wat voor de stad zwaar is en voor vrienden en bekenden zwaar is, maar wat onnoemelijk veel zwaarder is voor de familie. Dus de familie Grobben Minderman wil ik heel erg bedanken. Jan, Ries, Monique, Rika, Els, kinderen, kleinkinderen, ik wil jullie heel erg bedanken voor de afgelopen periode. De kleine Minderman. Die bloemen, dat kunnen we straks nog wel eventjes doen. En jou wil ik ook bedanken, want jij hebt dat grote rode boek, heb jij net helemaal hier naartoe gesjouwd. En je bent hier gewoon vandaag, toch? Ja. Ja, dan over naar de financiers. Ja, het is ook zo'n verhaal. De gemeente Rotterdam, het gebied Sjaarloos, Hans Donker is dat geweest die dit mogelijk heeft gemaakt namens dit gebied. Het CBK Rotterdam, in het bijzonder Marjolein van der Meijden, die dat mogelijk heeft gemaakt. Als er mensen zijn van het CBK, noem maar iemand, ik zie daar. Waar staan. Komen jullie alsjeblieft even de bloemen halen, anders moet Jiske die allemaal meenemen naar huis. Ontwerp en uitvoering natuurlijk, je hebt er net al voorbij zien komen, Camille Verschuren. Ook een bloemetje voor. Atelier Leo Mineur voor de uitvoering, in het bijzonder Michelle en Willem. Atelier Leo Mineur, ik weet niet of die er zijn. Doornbos BV voor het mogelijk maken van het schilderen überhaupt, zonder hoofdwerken, ja. Wordt het toch een heel erg lastig verhaal. Door bemiddeling van Erik Dullaert hebben die weten bij te dragen. Organisatie en logistiek willen wij heel graag de mensen van Woonstad Rotterdam bedanken. De eigenaren van dit pand die toestemming hebben moeten geven en alle bewoners aan boord hebben moeten krijgen. Fense Berkhoff heeft dat mogelijk gemaakt. De bewoners van dit gebouw, het is niet niks als er zo'n tekst op je gevel wordt geplaatst op dat formaat. Maar die zijn er ook hartstikke blij mee. Kaboel voor Meis, cultuurscout Sjaarloos, ook hartelijk bedankt. Zonder jou was het ook allemaal niet gelukt, dus kom ook alsjeblieft de Doornbos halen. Doornbos BV nogmaals, Denise Doornbos en Frank Kobbeling, ook voor de hoogwerker. Joop van der Hoor voor het gebruik mogen maken van jouw netwerk. En de Tarwewijk het op de hoogte stellen van mensen, onder andere ook van deze bijeenkomst. House of Hope, waar we net allemaal een bakje koffie hebben mogen drinken en alvast bij hebben mogen praten. Sanne Donders, Jordi Dijkshoorn en Stichting De Zoek naar Schittering, Jiske, Poppen, ook heel erg bedankt. Hebben je naam gehoord, kom even een bos bloemen. Dan wil ik gaan afsluiten eigenlijk zo meteen met een gedicht. Ja, Joop. Waar is Joop?